het varkentje, dat is het. Ik schilder, tatoeer dit varkentje en tover het om tot een levend kunstwerk. En het maakt mij ook heel stoer. Bravo, Bob. Hier heeft zeker nog nooit iemand aan gedacht. Eigenlijk wel, Kika. De Belgische kunstenaar Wim Delvoye begon hier al mee in 1990. Hij liet zijn varkens in China tatoeëren. Look and